Mijn naam is Wim Steverink. Ik ontwikkel machines voor de landbouw en industrie, meest landbouw. Nou, hier achter mij zien we de rijpaardenploeg, strokenploeg. Officieel heet die de Butterfly. De ploeg is speciaal bedacht om een strook grond van 3 meter in één werkgang om te ploegen. Zonder begin voor en zonder eind voor. Nou, het belangrijke zonder begin en eind voor. Hij is speciaal bedoeld voor een rijpaardensysteem waarbij die spoorbreedte van 3 meter het hele jaar of jaren blijft op dezelfde plek blijft. En dat netto tilbed tussen die sporen willen we in één werkgang liefst ontploegen. Zonder de grond van de sporen zelf. Die grond van de sporen willen we niet vermengen met de goede grond. Dus we ploegen het netto tilbed in één gang om. Het interessante van onbrede beddenteelt is dat de grond daar waar de gewassen groeien wordt nooit meer bereden door wielen. En dat heeft enorme voordelen. Bodemvruchtbaarheid, bodemleven, waterberging. En we zien ook dat de opbrengsten hoger zijn. Komt bij dat die ploeg ook eigenlijk een ecoploeg is. Hè? Dus dat we zo ondiep mogelijk ploegen. Nou, ik heb hier een eindje verderop een stukje losgespit. Je ziet dat we gewoon 10 centimeter diep de zaak omkeren. Nou, de werking van de ploeg is als volgt. Helemaal vooraan worden als het ware de breedte van 2 voren volledig uit de grond genomen. En die tussenliggende grond willen we dan dus omploegen. Nou, hier aan de voorzijde, precies in het midden, de machine is symmetrisch, hè, dus vanuit het midden maken we daar een dubbele voor. Hè, dus hij snijdt tussen deze 3 schijven daar, snijdt hij 2 banen grond uit. 1 baan gaat naar deze kant, zo op zijn kop, en de andere aan die kant. Precies hetzelfde, maar dan links. De grond die komt hier dan omgedraaid op het transportbandje. Dus eigenlijk ploeg je hier die baan grond al om op het bandje. Daarna zijn hier dan 2 voren ontstaan die je met rechts-links risters dichtploegt. Nou, er volgen dan nog een paar risters, zodat er aan het eind 2 voortjes overblijven waar deze begingrond in neergelegd wordt. Nou, en daarmee is de baan omgeploegd zonder voor achter te laten. Dus hou je 2 eindvoortjes over waar dus die allereerste grond weer netjes ingelegd wordt. Nou, en dan het cirkeltje rond. Nou, deze ploeg is nog niet op de markt. Ik heb nog nooit zo'n lastig object gehad om te ontwikkelen. Dus we zijn er ook al 4 jaar mee bezig. En je komt echt steeds nieuwe probleempjes tegen, zoals hier op die zware grond ook weer. Vooral de wat lichtere gronden loopt het al perfect. En daar is die, ja, daar zou je zo al ingezet kunnen worden. Maar ja, we willen natuurlijk hier die supergoede ploeg maken, die ook op alle gronden zo goed mogelijk zijn werk doet. Dus ja, daar zullen we nog één mee bezig zijn. Ja, de prijs voor deze ploeg, maar ook dat is nog een rekensommetje, omdat we dus ook nog deels een beetje aan het ontwikkelen zijn. Maar dat zal toch ergens tussen de 30 en 35 liggen. Nou, hier hebben we even een stukje losgespit tot de ploegdiepte. Om even te zien ten eerste of die ook mooi vlak. Dat is nog niet helemaal, hij is nog niet helemaal goed afgesteld. Maar in principe, je ziet dat we hier maar 8 centimeter, nou 9 centimeter diep geploegd hebben. Dus ja, extreem ondiep. Dirk van Baal is daar erg tevreden over, want ze willen zo ondiep mogelijk toch die stoppel eronder zitten krijgen. Nou, dat lukt aardig.